hier vandaag? Het thema is thuiskomen. Ja. Hè, dat is natuurlijk ook een Schevenings thema, maar dat is een universeel thema. Iedereen heeft iets met het thema thuiskomen, daarom is het zo'n mooi thema. 55 kunstenaars hebben zich in dit thema verdiept. En daarvan is deze expositie die je hier vindt in de Keizerstraat 71C het gezicht. Wij zijn hier bij elkaar om de wedstrijd-expositie te openen met het thema thuiskomen. Jullie begrijpen dat er keihard is gewerkt. En als ik zo om mij heen kijk, dan is het ook echt heel goed gelukt. Ik ben echt heel erg tevreden over hoe alles erbij staat en hangt en neergezet is. Er zijn 55 exposanten die zich allen verdiept hebben in het thema wat thuiskomen voor hen betekent. Een enkeling heeft het thema geïnterpreteerd vanuit het perspectief wat gebeurt er als ik niet meer thuis kan komen. De vluchtelingenstromen, denken we aan deze onrustige wereld waar we in leven. Is het geen wilde om thuis te kunnen komen? Hè? So if you just put your hands in mine, we're gonna leave all your troubles behind. We're gonna walk, don't look back, don't look back. Het werk is heel divers. Ik weet niet of de camera ook natuurlijk een beetje door de expositie heen kan filmen. Zowel 2D als 3D werk, foto's, schilderkunst, textiel. Er is echt van alles te bewonderen. Nou, ik sta dus bij twee zonen en één vader en ik kijk hier achter me, daar zie ik ze staan. Wie ben jij? Ik ben Bruno. Ruben. En ik ben Jaap, de vader. Je hebt je zoons geschilderd. En waarom? Ja, ik vond het gewoon een mooie gelegenheid om op die manier ook mee te kunnen doen aan de wedstrijd. Ja. Omdat die thuiskomen heet en het was eigenlijk het mooiste moment, tenminste een mooi moment in mijn leven, omdat de beide jongens weer terug waren op het nest als het ware. Dus. Oké. Oh, ze zijn al het huis uitgevlogen? Eén daarvan wel, maar de andere ook nog bij zijn moeder. Okay. En, maar dat was gewoon de eerste keer dat ze echt samen waren. Ja. En bij mij op het strand, waar ik vlakbij woon. Ja. Dus vandaar. Okay. Ja. Is dat jouw stijl ook figuratief? Ja, dat is wel mijn stijl. Ik heb vroeger wel veel aquarel gedaan, landschappen, zeegezichten, dat soort zaken. Maar momenteel doe ik veel aan portret. Zo te zien is het nog niet zo lang geleden dat die gemaakt is. Ja, klopt, ja. Ik heb de laatste penseelstreken zijn er denk 2 weken geleden opgegaan. Dus op het laatste moment was het helemaal klaar. Zo. En dan nam je de zeezak en die nam je mee aan boord. En daar zat dan een verschoning in, als je er eens nat gegooid werd. En dat noemde je dan een schoon vuiltje. Ja. En als je thuis kwam van de log af, dan zat dat vuile goed erin natuurlijk. Je had ook nog een apart zakje voor de haring of de vis die je meebracht thuis te brengen. En ja, dan kwam je zo eigenlijk heerlijk thuis. Maar dat was ons wijspakje waar we mee aan boord gingen. Ja, ik probeer het zoveel mogelijk in het ABN, want eigenlijk praat ik altijd Scheveningsportaal, die zit daar verderop. Wij doen niks anders dan Schevenings praten tegen elkaar. De jongens die doen dat niet meer, ze verstaan het nog wel. Maar ja, het gaat er toch niet zo makkelijk uit. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk mijn verhaal betreffende thuiskoming. Ja, en wat ik zeg natuurlijk hier, wat hier allemaal hangt, die kunstwerken. Van schilderstukken tot kunstwerken en alles. Nou, ik heb er alle respect voor. Het is prachtig, ik hoop dat u ook allemaal daarvan kan genieten. Dan had ik zo meteen genieten van een glaasje wijn hier. En heren, nog even stilte. Hiermee is de zaak geopend. Scheveningse anekdote gaan we nu terug naar de vakjury. En ik begrijp van Peter dat wij eerst gaan beginnen met de 3 eervolle vermeldingen. Kan jij dat doen, dus? Ja, ga je doen. Fijn. Nou, kijk een beetje aan de zijkant. Ja. Medekunstenaars, dames en heren. Wij zijn vanmorgen om 9 uur begonnen met jureren. En dat is geen makkelijk werk. Allereerst omdat het al zo vroeg is. Maar dat zijn kunstenaars eigenlijk niet gewend om al zo vroeg ergens aanwezig te zijn. Maar dat is gelukt. En de jury heeft gewikt, heeft gewogen, En dat wil zeggen, de jury heeft geen ruzie gemaakt. Maar het scheelde niet veel. De kunstenaars die mee mochten doen, moesten dat per se Scheveningers zijn? Ze moesten in ieder geval een relatie hebben tot Scheveningen. Niet iedereen woont of werkt op Scheveningen, maar er zijn ook mensen, onder andere cursisten van mijzelf, die bij mij studeren en die dus een relatie hebben met Scheveningen, want ik heb een Scheveningse atelier hier. We hebben vooral gekeken naar het thema thuiskomen en dat hebben de kunstenaars op soms heel enge wijze verbeeld. Zo van, dit kan alleen maar thuiskomen heten. En anderen hebben daar wat lekker omheen geklooid. Die hadden een heel ander beeld van thuiskomen. Wij moesten heel goed nadenken hoe dat af en toe tot stand was gekomen. Maar om 1 uur waren we eruit. Dus we zijn lekker gaan eten en daarna hebben we ons juryrapport geschreven. Ja, ik heb zelf al gekeken. Het zijn allemaal gemengde technieken. Ja, leuk hè? Ja, echt heel divers. Keramiek, beeldhouwen, dingen die gevonden zijn, collagetechnieken, boetseren, ja, glaswerk. Het is echt heel divers, ja. Ik vind het zelf heel erg leuk geworden. Ja, ik ben heel trots. Ja. Naast dus de eerste, tweede en de derde prijs ga ik de 3 eervolle vermeldingen bekendmaken. Dat zijn Maria Rita Contato. So you're Mr. Contato. So I'm so muy contento hoy. I'm here and I don't speak Dutch, but she's my wife. She has an emergency. She has to go back to. I have to tell you, it is such a disillusion for me because I always like to kiss. I'm not going to do that today. She's coming back. She's coming back. This is a very honorable prize for her. Thank you very much. Dan krijgen we nog een dame. Nou. Spanning stijgt. Dat is mevrouw Lydia Lindo. Met deze eervolle vermelding, handig Peter, gefeliciteerd. En we krijgen ook een eer voor de eervolle vermelding, en dat is Joop Schepers. Hier is Joop Schepers. Van harte gefeliciteerd met deze mooie vermelding. Wij hebben langzaam kijken of het nou een foto was, of dat het een collage was. We konden er niet uitkomen. Maar weet je het nu? Ja, we hebben het gevoeld. We hebben overal aangezeten. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik sta bij Patty van der Ende. En mozaïek, hè? En vertel daar maar eens iets over. Het leven is een doolhof, maar als je het juiste pad kiest, zul je altijd thuiskomen. Dat is de achterliggende gedachte. Waar heb je dit nou van gemaakt? Van glasmozaïek, dat zijn de paden en de grind. Hier staan mijn kleine huisjes, oude sleutels. Ja, gemaakt op hout, lijm, alle materialen. Is dat een gebruikelijke techniek die jij gebruikt? Nee, dit is eigenlijk een andere techniek als dat ik normaal. Normaal verf ik met glas, zeg ik altijd. Ik maak glasmozaïeken. Maar met dit thema vond ik juist het grindpad leuk eigenlijk. Dus, ja, ik vind het wel mooi. Het is oranje, hè? Het is oranje. Ik denk, kom uit Nederland, laten we het oranje houden. Oh, oranje houden. Oh, slaan mij contract kapot. Hoe lang doe je nou over zo'n kunstwerk? Oh, dat vind ik altijd zo moeilijk om te zeggen. Ja. Ja, het ene kunstwerk gaat sneller dan het andere, maar ja, ik heb zoiets van, als je bezig bent, dan telt de tijd niet, toch? Nee, oké. Ik heb er een hoop plezier in. Don't you love her as she's walking out that door? Like she did 1000 times before. Don't you love her as she's walking out that door? De derde prijs gaat naar degene die in een deuropening staat en die wacht op degene waar die gewenst wordt. En wil degene komen en die ook belicht is. Weet degene die dat gemaakt heeft? Anneke Roeleveld. Ik wil nog even in het kort zeggen van waarom we vielen op haar werk. Is namelijk ten eerste, het is heel poëtisch. Het is ook enorm toegankelijk. Maar niet alleen maar vanuit toegankelijkheid van dat het eenvoudig is. Het is echt, het raakt je gewoon tot de kern. Ja, ik ben niet zo op poezen, maar ik zag op mijn verjaardagskalender iets voor kinderen. Een kinderplaatje. Ja. Waar een meisje in een stikdonkere straat uit het raam keek. En de poesje die, ik denk, dat is hem. Ja, ja, als de poes thuis is, dan... Daar ben ik niet zo op poezen, maar sindsdien vind ik ze steeds leuker worden. Ja, ik wou net zeggen, ik denk, jij moet... lopen of zo? Dat heb ik me allemaal in verdiept. Nou, ik vind het wel heel knap gemaakt hoor. Ik vind hem ook wel goed gelukt voor een poezen. Wat is het voor materiaal wat je hebt gebruikt? Brons. Brons? Ja, het is wel erg kostbaar, maar ja. Maar ook op een gegeven moment van de verhouding, je detaillering. Je bewuste manier van werken en je handschrift in het werk. Die heeft ervoor gezorgd, is dat wij vonden, is dat jouw werk die plek heeft. Hoe lang heb je hier nou over gedaan om dit te maken? Nou, als ik eenmaal het idee heb, gaat het snel. Ja. Maar het jongetje, hoe staat hij en waar houdt hij zich vast? Dat was wel even een puzzel. En hoe doe je dat dan? Ga je dan eerst een tekening maken hoe die dan gaat staan of zo? Of ga je dat driedimensioneel bekijken? Ja, al boetserend kom je daar wel op. Vonden wel is dat jouw sokkelkeuze en jouw belichting anders mag. Dus de ruimte eronder, want die horen niet helemaal bij elkaar. Nu staat jouw kunstwerk op iets heel moois. Wat is dat? Nou, mijn man vond dat het op ooghoogte moest. Ja. En hij is nogal van oud hout en zo, wil hij altijd iets maken. En hij heeft al voor ons een paar tafeltjes en krukken gemaakt in de stijl van Mondriaan. Ja, ik zie de kleuren van Mondriaan. Hij heeft precies op goede hoogte gemaakt en naar zijn eigen ontwerp. Het werk voor de tweede prijs, daar hebben wij uitgebreid bij kunnen fantaseren. De fantasieën die wij bij dit werk kregen, waren geweldig. Maar het is ook een werk wat zo duidelijk is wat thuiskomen is. Je komt thuis en dat doe je. Je komt van een grote reis, je hebt je koffers gevuld. De deur is open en we doen allemaal als eerste uit. Schoenen. Onze schoenen. En dat is wel heel mooi symbolisch voor thuiskomen. Het werk heet iets anders, genderneutraal. We hebben van alles bedacht over hashtag MeToo. Het past er ook bij. Het is ook gemaakt voordat die hele hetze begon. En de tweede prijs gaat dus naar Marjorie. Echt waar? En deze is voor jou. En de prijs van het werk is werkelijk waar. Het zit een spot goedkoop. Dus voordat dit afloopt is, ga er gauw naartoe, want het wordt een wereldwerk. Ik heb dus alle werken gezien en ik ben blijven hangen op een werkje. Je hoort het al, het is niet zo geweldig groot. Ik heb begrepen dat de commissie beperkingen heeft gesteld aan het formaat. En dat is voor het werk wat ik gezien heb, ook maar goed ook, want dat moet niet groot, dat moet klein zijn. Het is hoe raak je het? Een foto. En ik lees de eerste zin en die heeft mij aangesproken wat er bij die foto hoort. Wat betekent thuiskomen als je geen huis bezit? Nou, de fotograaf moet nu bekend zijn, dat is Jon Haukens. Is die aanwezig? Ja. Ik ook hoor, ik vond het een geweldig mooie foto. Moet je voorstellen, ik ga hem even beschrijven, voordat je de prijs krijgt. Het is een doorkijkje eigenlijk naar twee kamers, een huis, verdeeld in twee kamers, met het licht, en dat is typisch fotografisch, dat licht dat komt van linksboven en dat schijnt door beide kamers heen, door een muur. Onvoorstelbaar. Dat komt, en mooi is dat in die kamers, beide kamers, zijn twee stoelen tegenover elkaar. Leeg. Dus er woont niemand. Achter zie je een kamer die helemaal leeg is. Is dat thuiskomen? In een lege kamer, leeg huis? Hij is weggelopen. Wat is dit? Een kamer van het leger. Een kamer van... Zo wil je ook nog eens wat. Ja. Ik vond het een bijzonder mooie foto en ik zit hem ook in de eerste plaats. Nou, ik sta hier bij een dame die aardig verrast is over het feit dat ze in de prijs is gevallen. Maar volgens mij wel erg verdiend. Oh, dank u wel. Ja, ik ben heel blij mee. Dat had ik niet verwacht. En hoe bent u op het idee gekomen voor deze foto? Ik fotografeer altijd in mijn eigen buurt. En dit is een foto gemaakt van buiten naar binnen bij de opvang van het leger des Huils. En ik kwam er toevallig langs en ik zag het licht wat naar binnen viel. En ik vond het prachtig. En dan moet ik het vastleggen. En wat ik zo leuk vind is, alleen een fotograaf begrijpt meestal wat een fotograaf bezielt, zeg maar. Ik denk het. Ik weet het. Ja, misschien. Ik vond het zelf een heel mooi beeld. En ik ben blij dat ik het op de foto heb gezet en ingestuurd. En we zijn de hele maand open in november, van vrijdag, zaterdag, zondag, van 1 tot 5.